Als je in de gevangenis zit of in de woestijn terechtkomt, dan is geloven in je eentje bij uitzondering mogelijk. Maar voor de rest, zou je bijna zeggen, geloof je het zelf. Je hebt elkaar nodig. We zijn leden van één lichaam. Dus mensen die zo erg op het individu zijn gericht dat ze een ander niet nodig hebben, die zetten zichzelf buiten de werkelijkheid. Dat is één. De kerk, waarom praat ik zoveel over de kerk? Omdat de kerk de tastbare geloofsverbondenheid is. In de kerk is als het ware samengevoegd dat iedereen die apart een relatie met Christus heeft, ook een relatie met elkaar heeft. En dat is te zien. Dat is niet alleen van, nou, we kennen elkaar en we zijn in ons hart met elkaar verbonden. We komen van het hart. Nee, dat is te zien. Hè. We praten vaak over een zichtbare kerk. Daar bedoelen we mee dat je de mensen kunt zien. Maar je kunt het ook noemen een tastbare kerk. Hè. Het is live. En het is ervaarbaar. Het is geen dogmatiek. Het is live. Mensen staan met elkaar in verbinding. Die geloofsgemeenschap is gedeukt, geblutst, kapot, beschadigd, verrommeld, verkreukeld, verdeeld, noem maar op. En er is van alles en nog wat met die kerk aan de gang. Waardoor je kunt zeggen, ik hoef die kerk niet meer. En dan is het de punt dat we moeten zeggen met elkaar, wacht even. De kerk is geen sociologisch verschijnsel. Dat is het ook, maar dat is bij gevolg. De kerk is een geloofsstuk. Ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus, ik geloof in de Heilige Geest. Er staat niet, ik geloof in de kerk. Nee, ik geloof dat die kerk er is. Niet empirisch meetbaar, maar ik geloof dat dat de kerk is. Ik kan niet met een meetlat langs de mensen gaan en zeggen, dit is de kerk. Dat is het moeilijke van de sociologie, de godsdienstsociologie, die meet. Er is een kerk en er is nog een kerk en er is nog een kerk en dat meten we allemaal. Maar dat doet geen uitspraak over de kerk. Die doet een uitspraak over een groep mensen die iets doen. Maar wat die doen, ze kunnen wel voetballen of weet ik veel wat. Maar dit is een kerk, dat is een kerk, is van boven gegeven. Wij geloven dat Christus hier zijn kerk vergadert. In de eenheid van het evangelie met de anderen. Gisteren heb ik gezegd, het is niet het gebouw, maar ik doe toch het gebouw even als een achtergrond van, daar vergaderen. Daar als het ware, de eredienst is het summum van bij elkaar horen. En dan gaan we naar vier aspecten krijgen. Eigenlijk kun je zeggen, dit is het kruis van Christus. En vanuit het kruis gaan we vier aspecten beschrijven. De eerste is vrijheid door de band met Christus. Elk land heeft zo zijn karakteristieken. Een van de karakteristieken van Nederlanders is dat ze helemaal op vrijheid georiënteerd zijn. Het zit ook een beetje in de westerse cultuur, maar ten opzichte van België en Nederland en Frankrijk en Duitsland is de Nederlander is vrij. Hè? De militairen die lopen met lang haar en ongeschoren gezicht, lopen ze een beetje uit de pas en ze doen toch hun werk goed. Dat snappen andere mensen niet, maar we willen persoonlijke vrijheid hebben, dan kunnen we best opereren. Die vrijheid wordt ook door Christus gegarandeerd in de vergeving van zonden en het kwijtschelden van de zonden en het bevrijden van onze schaamte. Wat we als het ware als mens hebben, dat we ons voor God en mensen schamen, dat wordt door Christus weggebracht. Publiek geheim. In Christus zijn. De catechismus is heel erg geschreven in de strijd met Rome dat we gerechtvaardigd zijn door geloof. 100% Bijbels. Maar de catechismus is niet de hele Bijbel. De catechismus is een belijdenis die op het scherp van de snee in de strijd met Rome is geschreven. Op het punt van de rechtvaardiging. En
dat die rechtvaardigingsleer die loopt als een rode draad door de hele beleidende, door de hele catechismus heen. Het in Christus zijn is in de catechismus niet uitvoerig behandeld. Wat betekent dat? Dat betekent dat er een neiging is bij gereformeerden om te zeggen, ik ben gerechtvaardigd door het zoenoffer van Christus aan het kruis. Gelijk. Maar dat we, als het gaat over de vernieuwing van ons leven, dat we dan naar de wet kijken en zeggen, dat is het gedeelte van de dankbaarheid. Dat, laten we zeggen, dat moeten wij eigenlijk doen. En dan kun je 100 keer als dominee zeggen, nee, dat is ook bedoeld dat dat de Heer Jezus is. Maar men mist de band dat je in Christus ben je en ondergegaan in de dood, Romeinen 6, en opgestaan met Christus in een nieuw leven. In de vernieuwing van ons leven. Je bent een nieuwe schepping in Christus. Is er dan geen zonde meer? Dat weten we maar al te goed. Maar je bent een nieuw mens. Een nieuwe schepping. Die vernieuwd wordt, dagelijks vernieuwd wordt, naar de gelijkenis van Christus. We gaan wandelen in de voetsporen van Christus. De vergeving van zonden is een dagelijkse realiteit. Maar de vergeving van zonden is het schoonmaken van het pad om te wandelen met Christus en met elkaar. In Christus zijn. Nou, die vrijheid, heb ik zo pas al gezegd, dat is aan de ene kant de verzoening van schuld. Het is weer goed tussen God en ons door vergeving. Dat we God vragen en wat God geeft. En we pleiten op het bloed van Christus. Vervolgens, de bevrijding is dat we van onszelf bevrijd zijn. Dat alle hindernissen die we in ons hebben, als mensen, dat we ons liever wegduiken en dat we ons een beetje schamen voor wat we zijn en wie we zijn, dat krijgt in Christus gestalte, want ik ben in Christus en Christus is in mij. Christus krijgt in mij gestalte en in jou. Die Christus heerst in mij. Hè? Je bent een tempel van de geest. Dat wil zeggen, Christus vervult je. Je hart, je leven. Je wordt een discipel van Christus. En je wandelt in het spoor van hem. Dat in Christus zijn, wordt in de kerk onderstreept met de sacramenten. Daarom is de sacramentsleer zo belangrijk. Wij zijn natuurlijk gewend om kinderen te dopen, maar oorspronkelijk was het natuurlijk de doop van volwassenen. En met die volwassenen mee, de kinderen. Het was nou die volwassenen dat hij zegt, nou ik ben zo goed, ik ga naar God. En daarom mag God met zijn doop komen. Nee, God zegt, ik garandeer jou leven. Je bent door de doop, in de dood van Christus ondergegaan en opgestaan. En het avondmaal, nou, dat is de geloofsverbondenheid ten top. Want dan zit je met elkaar aan de tafel en je eet hetzelfde brood, dezelfde wijn. In Handelingen 4, en als daar gesproken wordt over gemeenschap, dan wordt bedoeld de gemeenschap aan het avondmaal. Levensgarantie. In de kerk ben je in het voorstadium van het paradijs. Die geblutste, gedeukte, verachte, gekwetste mensen die elkaar zeer doen, mensen die elkaar het licht in de ogen liggen, dat is het geloofstuk. Hier gaan de bronnen van het leven open. En er wordt genade geschonken, daar wordt leven gegeven. Daarom moet je bij elkaar, als het ware, genieten van de fontein van het leven. Dat is de band met Christus. Nu gaan we over de eerste fase daarin hebben. Dat is dat in de kerk, en wij praten over het beeld van God zijn. Wij zijn het beeld van God. Wij zijn, daarom noemde ik dat, de 3D-afdruk van de drie enige God. Eigenlijk zou ik nog mooier willen zeggen, de ene 3D-afdruk van de drie enige God. De kerk representeert niet alleen Christus, maar in Christus de drie enige God.
Waar is de verbondenheid tussen personen groter, harmonieuzer, gelukzaliger, mooier, rechtvaardiger en liefdevoller dan in de drie-eenheid? God is niet alleen. God is verbonden. God is het quintessens van verbonden zijn. Vader, Zoon en Geest, ik gebruik hier de liefdesdans. Dat is een beeld van Keller. Is het Vader, Zoon en Heilige Geest die vragen elkaar ten dans. Het is natuurlijk maar een beeld. Hè? En ze dansen om elkaar heen. En ze letten op elkaar welke voetstappen je doet. En de muziek die klinkt prachtig. En het is een samenspel tussen drie personen die als het ware om elkaar heen bewegen, communiceren en elkaar lief hebben. En daarvan ligt de afdruk hier beneden. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. En de kerk, als Christus kerk, is het lichaam van God, wordt in zijn geheel het beeld van God. Dus wij drukken uit de verbondenheid in de liefde. Nu terug naar God. Ik noem het overstromende liefde. Laten we zeggen, die liefde van de drie-eenheid, die verbondenheid, die is zo groot, die is, laten we zeggen, ontembaar. Die loopt, ik gebruik menselijke beelden, die loopt over de rand van de emmer heen, om zo te zeggen. Net als het water in een emmer. God treedt naar buiten. Zijn verbondenheid is geen egoïstische drie-eenheid die met zijn rug naar buiten staat. Hij keert zich naar buiten. Hij openbaart zich. Hij geeft zich. Hij treedt uit zichzelf en maakt de wereld. En maakt mensen. Waarom doet God dat? Hij heeft, je kunt het je niet voorstellen, Luther die is daarover gestruikeld. Waarom heeft God toen en toen de wereld gemaakt? Waarom deed dat niet 100 jaar eerder of 100 jaar later? Dat weten we niet. De Bijbel doet daar geen uitspraak over, maar de Bijbel valt binnen en zegt, ik ben jullie God. God heeft het behaagd om op een punt, ja, hoe kun je het zeggen, op een punt in de eeuwigheid, schepping te maken. Had hij die nodig? Wel nee. Allah van de moslim, dat is een ene God die is alleen genoegzaam in zichzelf. Die heeft ook geen maten, die heeft ook geen andere personen zijn, dat is een eenzame rots die eigenlijk versteent in de eeuwigheid. De levende verbondenheid met God is dat we uitstralen naar alle kanten. Die liefde, dat is het geheim ook van de kerk, die dus intrinsiek missionair is, dat die niet egoïstisch met elkaar in verbondenheid staat, maar die verbondenheid die drijft hen uit om Gods liefde naar buiten te brengen. Die schepping, en dat is een punt wat natuurlijk ook belangrijk is. Die schepping, daar zeggen wij, daar kun je God in aflezen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Net als een schilderij van Rembrandt. Als je niks weet van Rembrandt en je hangt 3 schilderijen van hem naast elkaar, dan kan iemand zeggen, oh, dat lijkt me van dezelfde man. Of van Van Gogh, hè, als je van dezelfde man. En dan hang je er een ander tussen en zeg je, nee, die hoort er niet bij. Je kunt in de schepping de hand van God zien. Een beetje deftig gezegd, de schepping ligt volgens het patroon van de drie enige God. De hand van de meester organiseert de hele schepping. God laat het niet los. God zegt niet van, nou, dan moet het maar zien, dan draait het maar volgens de zwaartekracht en de atoomaantrekkingskracht. Nee, God reguleert die schepping volgens Vader, Zoon en Geest. De Zoon heeft de schepping en die draagt die. En dat komt straks terug als we gaan nadenken over onszelf. Wij zijn zelf geschapen in het patroon van de drie-eenheid. Wij herkennen in ons de drie-eenheid. En in elkaar. En dan zeggen, dan heb je spelen met beelden. Dat wil zeggen, in die schepping zijn talloze openbaringen van God. Dat is niet alleen een mooie bloem, maar dat is ook een structuur. Dat is ook dat de wetenschap mogelijk is. Dat is ook dat de getallenserie mogelijk is. Dat is niet dat wij dat
uitvinden, dat wij dat maken. Nee, wij ontdekken het. We lichten de sluier ervan op. En we zien de rijkdom. Zoveel beelden, ook de Bijbel, de Heer Jezus, die gebruikt voortdurend beelden. En je gelijkenissen, metaforen. Je kunt God niet, laten we zeggen, met één kaartje op de muur prikken en zeggen dat is God. En het ligt door de hele schepping verweven. Heel het wereld rond, als het ware, spreekt van God. Dus wie, laten we zeggen, als het over verbondenheid gaat, wij zijn verbonden met ons hebben en houden aan die schepping, maar wij vormen een beeld van God. Elk met een eigen karakter, elk met een eigen structuur. De diversiteit is oneindig groot. Dat is de drie-eenheid. Nu ga ik naar het valpunt, excuus. Nu kijk ik naar het tweede punt, dat is de ecumene. De ecumene. In Hebreeën staat, loop dan de wedstrijd met de wolk van getuigen om je heen. De kerkgeschiedenis. De kerkgeschiedenis is als het ware de bemoedigende ecumene. De ecumene wil zeggen dat het wereldwijd het geloof in Christus wordt geloofd en dat dat een ondersteuning voor ons is. Dat de gestorven heiligen, die hebben verband met ons. Wij mogen niet bidden tot overleden voorouders, maar we weten uit Openbaring dat die voorouders met ons meeleven. Hebreeën die schildert David en Abraham en Sarah als een wolk van getuigen. Dat moet je je voorstellen, dat is een soort tribune. Daar zitten de oud-testamentische gelovigen en die zien ons in de arena, op het voetbalveld. En die zeggen, volhouden jongens, volhouden. Kijk maar naar ons. Wij hebben het ook volgehouden door de kracht van de geest. En je komt eruit. Hè? Volhouden. In het geloven. Dat is dat noem ik even, een verticale verbondenheid. Met de geschiedenis. Hè? Laten we zeggen, je hebt de Bijbelse gelovigen. Die staan achter ons. Die duwen ons vooruit. Maar het zijn ook geloofsgenoten. Nogmaals, niet om te aanbidden, hebben ze in Afrika een beetje last van, hè, dat ze bidden tot hun voorouders. Maar wij zeggen nee, niet doen, maar waardeer die geschiedenis. Lees de geschiedenis van Abraham, lees de geschiedenis van David. Dan zie je hoe die in zijn persoonlijk leven met worsteling en twijfel en met aarzeling toch er doorheen getrokken werd. Dan mag je het oog opslaan. En niet om die te verheerlijken, maar om te zien, het komt uit. Elia, een mens van gelijke beweging als wij. Wat deed hij niet voor grote wonderen? Bijbelse getuigen. En dan zie je dat er, als het ware, komt er weer ongedachte spoor. Wij praten de hele tijd over de Nederlandse maatschappij als een seculier geworden maatschappij, onchristelijk geworden maatschappij. Maar er ligt een stimulans in die westerse maatschappij van, ik noem eens wat, de Declaratie van de Mensenrechten. Die is wereldwijd bekend van de Verenigde Naties. Waar komt die vandaan? Niet van de stamreligie in Afrika. Niet van de islam. Niet van het boeddhisme. Want die kennen niet een gelijkheid van alle mensen. Een gelijkwaardigheid van alle mensen. Dat komt uit het christelijk geloof. Dat zo'n stempel heeft gedrukt op, laten we zeggen, het Westen, Europa en Amerika, dat het gewoon gemeengoed geworden is om de gelijkheid van mensen als een adagium te zien voor wereldvrede. En dus, laten we zeggen, hoe komt het dat, ik noem maar wat, hoe komt het dat mensen zo tegen pedofilie zijn? Dan zeggen we, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, maar waarom is dat verschrikkelijk? Wie zegt dat? Terwijl andere vormen van seksueel misbruik en dergelijke wordt allemaal goed gepraat. Maar bij pedofilie, dan gaan we ineens op onze achterste benen staan. Dat is eigenlijk hypocriet.
Maar er zit in de mensheid iets wat, laten we zeggen, de bescherming van kinderen is een typisch christelijk verschijnsel. Want je ziet het niet in andere landen dat de kinderen beschermd worden. Je ziet het niet bij de Roma, je ziet het niet bij de Afrikanen, je ziet het niet. Ze worden, laten we zeggen, wel verzorgd, maar uiteindelijk zijn de kinderen op de tweede plaats. En bij Christus zitten de kinderen op de eerste plaats. Dat zit in de maatschappij. Dat zijn, laten we zeggen, ongedachte sporen van christelijke verbondenheid. En dan krijg je dat de kerk een veel stromenland is geworden. En dat is natuurlijk, laten we zeggen, het juk wat de kerk vandaag draagt. In de begintijd, de strijd met de Nestorianen en met Ambrosius en met noem maar op, over de eenheid van God en over de drie eenheid en over de twee naturen van Christus. En later kreeg je het grote schisma tussen Oost en West. En laten we zeggen, wij zijn in de Westerse kerk ook nog weer met reformatie en andere verdeeldheid. Dat is niet alleen de vrijgemaakte, maar dat is overal in de wereld veel stromenland. Er is heel veel gebeurd in het verleden om te zeggen, ik kap met de kerk. Het is alleen maar geruzie en gerommel en ketterij op ketterij en het wordt nooit goed. En dan moet je zeggen, in dat veel stromenland is voortdurend toch de Bijbel het verbindende patroon. Niet om nu al die kerken, laten we zeggen, goed te praten, maar steeds weer vind je diep in die kerken iemand die de Bijbel is gaan lezen. Midden in de Romeinse en in de Griekse orthodoxie. Midden tussen de Koptische kerken. Waardoor, en laten we zeggen, in die gemeenschap er weer bloei komt. Misschien met verwaarlozing van hun eigen traditie en dat ze vanuit de schrift gaan lezen. Heel veel stromenland. En dan moeten we ook zeggen, ja, de kerkgeschiedenis brengt winst en verlies. De verbondenheid met elkaar, hè, als kerk, die heeft heel veel positieve energie ontwikkeld. Om, nou zeggen, wat is de winst van de reformatie? Dat we echt zeiden, wij kunnen niet onszelf redden en het hoeft niet. Dat gaf ontspanning. Dat was, miljoenen mensen zijn daarmee, hè, laten we zeggen, tot de leer van de genade gekomen. Zelfs zover dat de laatste paus, niet deze, maar de voorgaande, dat die een boek over Jezus schreef, waarin als het ware de genadeleer ervan afdruipt. Dat je zegt, hoe bestaat het? We hebben gevochten tegen Rome. En die paus, die beleidt nou de genade. Dat is wonderlijk. Dat staat niet in de catechismus. Maar dat gebeurt wel. Dat is winst. Want die leest ook de boeken die door de protestanten worden geschreven. En die leest ook wat er in de gereformeerde traditie bestaat. En die wordt er ook door beïnvloed. En de huidige paus is dan een slagje anders. Die is meer ook positieve navolger van Jezus. Het wordt wel Franciscus genoemd, maar het is ook de eenvoud van de Heer Jezus die hij in die kerk inbrengt. Nou, ik denk haast, als Luther dit gezien had, dan had hij niet zoveel protest gehad. Want dit was precies wat Luther, tegen de corruptie, tegen de aflaat. Wordt dus echt christen, eenvoudig tussen de mensen, prima. Dus, moeten we nou roos worden? Onzin. Hè? Maar waardeer wat er is. Er is winst geboekt. De leer van de genade is veel breder bekend dan alleen onder gereformeerden en evangelicals. Wees er dankbaar om. Dat is de winst. Verlies is dat we links en rechts mensen uitgestoten hebben. Die hebben laten zitten. Die een eigen koers zijn gegaan. Die we helemaal uit het zicht zijn verloren. Ik geef een voorbeeld. In de 4e eeuw hebben we terecht gezegd, de leer van Nestorius over de Heer Jezus is niet goed. Want die scheidt de godheid en de mensheid van elkaar. Die werden, laten we zeggen, als een ketterij aangewezen. En wat deden we vroeger met ketters? Die zetten we niet alleen uit de kerk, die zetten we ook uit ons land. Die werden verbannen. U kunt het niet meer voorstellen. Dus wat deden we? Die Nestorianen, die werden verbannen. Waar moesten ze naartoe? Nou, Amerika was nog niet ontdekt, of tenminste niet bij hen. Hè? Naar het westen konden ze niet, want daar zaten de Rooms-Katholieke kerk al.
Dus ze gingen naar het oosten. Ze gingen naar Syrië. Ze gingen naar Irak. Ze gingen naar Iran. Ze gingen naar Perzië. Ze gingen naar Tibet. Ze gingen naar Cambodja. Ze gingen naar China. In 650, toen zaten wij nog onze vrouwen te verdobbelen, was er een kerk in Peking. Maar dat was Nestoriaans. Die kerk was er. China, dat zei, is door de Nestoriaanse zendelingen tot bekering gebracht. Niet China, maar daar zijn tig kerken geweest. In China, in Irak, in Iran, die mensen uit het Midden-Oosten. Die hebben daar honderden jaren gezeten. Nu, met dat opkomen van de islam, worden die christenen er allemaal uitgezet. Dat is een ongelooflijk verlies. Wie heeft de, er wordt gezegd, wie heeft de geleerdheid van de Grieken bewaard? En zeggen, ja, dat hebben de moslims gedaan. Want die hebben dat allemaal overgeschreven in de glorietijd. Dat is waar. Maar wie vertaalde ze? Christenen. Want die waren geletterd. En die werden door islamoverheden aangewezen als ministers. Want die konden de dingen goed regelen. Christelijke ministers in islamitische landen. We kunnen het ons niet voorstellen. Die hadden hoge posities. In Bagdad waren 5 theologische universiteiten. En ik weet niet meer hoe de plaats is waar Saddam Hussein geboren is. Daar was een bisdom. Wij weten het niet meer. Het is een vergeten geschiedenis. Maar daar is natuurlijk ook heel veel winst voor. Maar het verlies is dat we onderweg mensen verloren zijn die we niet hadden moeten verliezen als er meer eenheid geweest was. Nu gaan we de plaatselijke kerkgeschiedenis. Want dat is belangrijk voor nu. Dat, ik had gisteren van Stolper heb ik een boekje gekregen en dat heet zoiets van Het Plein op Zaamslag. Dat is net uit. En dat gaat over de kerkbouw op Zaamslag. Je wil niet weten hoe zo'n, laten we zeggen, statisch onderwerp, een kerk, nou kan mij het nog schelen, een kerk, hoe prachtig dat is. Er zit een heel stuk, weet je wanneer de eerste kerk hier was? Wie doet een gooi? Wanneer was hier? Er is het bericht van de kerk dat hier was. Van wanneer dateert dat? Rond 1200. Ja, dat zit er dichtbij. Ja, precies. 1163. Ja. Hallo? En dat was het eerste bericht dat er was. Dus die is er allicht ook nog voor geweest. Dat boekje, dat wil ik als het ware als middel gebruiken. Wat was het vroeger? God, Nederland, Oranje. We beleden dat we wel geen democratie waren. Dat doet de SGP natuurlijk, zulke rare dingen. Maar wij dachten het allemaal, hè, dat dit toch wel het Israël van de toekomst was. Hè? En tegenwoordig moet je denken van, ja, wij, hè, hier was God, in Nederland was God. En wat hebben we nu? Een EU en Brussel. Die met moeite nog christelijke aspecten toelaat. En we hebben China. En wat heb ik dan nog meer geschreven? Het Midden-Oosten. Wat gebeurt daar allemaal? Laten we zeggen, dit was ons terrein. God was met ons in Nederland. En met de koningin en noem maar op. En nu worden we in een wereld geplaatst waarin, ik noem maar een paar landen, waarin we binnen EU kaders moeten denken, waar helemaal niet meer over God gesproken wordt. En waar landen tot ontwikkeling komen, dat worden grootmachten. Amerika is niet langer de wereldbeheerser. Wie wordt dat? China, India, Rusland? Dat speelt nu. Nou, dat is het eerste. In de vroegere tijd hadden we onze zuilen. Mensen die klagen over dat we een vrijgemaakte zuil hadden, die moeten ook klagen over een synodale en een hervormde en een liberale zuil. Want we hadden allemaal zuilen. En we stonden met de rug naar elkaar toe. Maar we hadden wel in heel Nederland min of meer een christelijk fatsoen. Van eerbied voor ouderen, van omgaan met elkaar, netjes u en meneer te zeggen. Wat is het nu? Seculier en multireligieus. Het christelijke, ik zeg, er zit wel een ondergrond van christelijkheid, maar de oppervlakte is dat de naam van God niet meer wordt genoemd. Ook niet door de overheid,
Het is seculier, het is verplat. We leven in een plat land. En we zijn tegen van andere religies. Misschien in Zeeland nog niet zoveel, maar in alle andere steden heb je moslims, hindoes, atheïsten, noem maar op. Laten we zeggen, het monopolie op te zeggen, wij hebben recht op religie, dat vonden we eigenlijk vanzelfsprekend, daar deden we geen moeite voor, dat was gewoon zo, dat ligt in barrels. En dat is dus niet meer zo. Dus dat verandert. Gesloten regio, Saamslag, Zeeland, en ook nog eens met die Schelden ertussen, dat we hier toch een beetje vast zaten. Nou, een beetje op België gericht, dat vonden we ook niet leuk. Maar ja, Nederland die wou ons ook niet helemaal hebben, zo leek het wel. En het is gesloten. En ineens leven door, laten we zeggen, Facebook, internet, Google. Je kunt tot aan het uiterste van de wereld gaan en je ziet alles. Het is een idee fix om te denken dat Nederland nog verdeeld is tussen stad en platteland. Want ook in het platteland, als je niet in de stad woont, dan heb je een computer en je kunt alles vinden. Goed en slecht. En je weet dat je in die globalisatie wordt je meegenomen. De wereldmarkt, de wereldeconomie. Als het in China niet goed gaat, dan merken we het hier. Daar hebben we allemaal mee te maken. Wij leven niet meer in een geïsoleerde cultuur waar we allemaal naast elkaar ons eigen stuk doen. We zijn met elkaar verbonden in een veel groter geheel. In Nederland was de Nederlandse kerk was de horizon. Als we kijken naar de gereformeerden, kijk, vrijgemaakt. En we keken ook een beetje naar de synodalen en naar de hervormden. Katholieken, nou, daar hadden we niet zoveel mee. Maar nu, ja, wat praten we over? En dat is natuurlijk een moeilijk punt. Maar we weten allemaal dat we ruzie hebben gemaakt in 1966 over een brief. En daar stonden hele lelijke woorden in dat de vaderlandse kerk, dat ze zo zeer in het vaandel werd geheven, is de apostolische wel de internationale belijdenis? Of zijn we bezig met klein vaderlands gedoe? Dat was heel bijtend. En het was ook misschien niet een woord op zijn plaats. Maar na 30, 40 jaar zeg je, niet toen, maar nu is de wereld opengegaan. Dat we met elkaar kerk zijn, doen we op het wereldtoneel. Waar zit die Dixon? Die gaat naar India. En die ontmoet broeders en zusters. Anderen gaan naar anderen. Wij hebben afgevaardigde synode. We zijn verbonden. We hebben elkaar gevonden. Dus we leven in een totaal andere wereld. En dat nou zijn een van de kenmerken van de Indiase kerken is dat ze heel missionair actief zijn. Maar het rommelt met hun binding aan de belijdenis. En het rommelt in de eredienst. En ze zijn niet zo trouw in catechisatie. En ze doen dit niet. We hebben genoeg dingen om op te merken. Maar we hebben elkaar gevonden. Nou, vroeger, nou ga ik even inzoomen op de Vrijgemaakte Kerk. Ik noem het GPV, maar ik kan ook wel andere dingen noemen. We waren samen apart. Er is een boekje dat heet Vrijgemaakte Vreemdelingen. Van Te Velde. Als je dat leest, de tranen springen in je ogen. Wat een rare dingen hebben wij gedaan. Je houdt het niet voor mogelijk. Dat we dominees hebben afgezet. Dat we ruzie hebben gemaakt op de synode. Dat we 25 jaar bezig waren met tuchtprocedure over één iemand. Waarvan niemand meer wist waar het over ging. Daar kregen we ruzie over. Dat is pad en kerk met elkaar. Je schaamt je ervoor. En Te Velde heeft echt een vrijgemaakte vreemdeling. En dat is een ontluisterend boek. Zeg, waren wij dat? Waren we zo hard? Waren we zo fel? Daar was ik niet bij. Nee, dat zal wel. Niet iedereen was. Maar dat is toch de kleur die onze kerk heeft opgeroepen. Nou, een maand geleden stond er in de kerk dat ze in Zeeland niet zo scherp slijper waren. Dat is misschien wel zo. Maar wij werden, ja, we zeggen, dat werd ons beeld. De ene ware kerk. Nou, ik geloof al zijn leven dat we nooit een leer hebben gehad
dat niet vrijgemaakt en niet de zaligheid zouden kunnen. Dat is een idee fix. Maar we hebben wel om ons heen gehangen dat je bij ons moest zijn om een kerk van Christus te zijn. En dat, hè, in de reformatie, bladzij na bladzij, werd er gelezen van, die kerk is niet goed en die kerk is niet goed en die kerk is niet goed. Wij waren heel scherp antithetisch. We konden niet met andere mensen samenwerken. Wat zeg ik? We konden nog niet eens met onszelf samenwerken. He, dat is een van de verschillen van vroeger. En dan krijg je nu dat je zegt, wacht even, dat is voorbij. Moet ik nu zeggen, ik heb lak aan die vrijgemaakte kerkgeschiedenis? Niet. De afscheiding was een terechte zaak op de handhaving van de leer van de verkiezing. Absoluut. Troost voor de christenen. Ook bij het sterven. Ook bij het sterven van kinderen. De vrijmaken was echt de strijd om, spreekt God betrouwbaar, yes of nee? En dan zeggen we, God is betrouwbaar. Als een kind gedoopt wordt, meent God het echt. Dat hij dat kind opneemt in zijn verbond. En hem alle weldaden van het verbond toezegt. Dat is niet dat hij nu voor eeuwig verkoren is, maar God bewijst zijn liefde aan dat kind. En dat is, laten we zeggen, die leer, ja, die wordt eigenlijk ook nauwelijks meer bestreden. Dus we hadden gelijk in de vrijmaking, maar we zijn niet nu vrijgemaakt omdat we toen gelijk hadden. We zijn nu vrijgemaakt omdat we ervaren en weten, hier wordt het evangelie uit de doeken gedaan. Hier zoeken we elkaar op, hier vinden we elkaar in de genade van Christus en in de betrouwbaarheid van God spreken. En we willen zo in de wereld staan. En we willen, laten we zeggen, de kwade geur die om ons heen hangt, willen we kwijt. Door oprecht christen te zijn. He? We hoeven ons niet voor de vrijmaking te schamen. Echt niet. He? Er is natuurlijk veel kwaad gebeurd in die dagen. Nou, wij allebei de kant. Maar intussen, en toen werd de hervormde kerk en de synodale kerk, die werden één kerk. En we hadden over Kuitert, en we hadden over Wiersinga, en we hadden over nog weer anderen. En we zeiden, oh, die PKN, dat wordt straks de meest liberale kerk die er maar te vinden is. Dat is niet waar geworden. Die kerk is eerder naar de rechterkant opgeschoven en veel behoudener geworden dan we hadden gedacht. Zeg ik nu, nou ja, laat maar allemaal PKN hoor, onzin. We moeten juist de identiteit van de kerk in die zin bewaren dat we een appel kunnen doen op andere christenen die ook oprecht de Here willen dienen, dat we die elkaar ontmoeten en dat we in een open relatie naar elkaar staan. En dan komen we bij de schepping. Vanuit de schepping zijn we elkaar verbonden. En we zien de structuren van de schepping terug in onze andere mensen. Traditionele vormen. Nou, daar zijn we ook gek op geweest. Dat we alles precies geregeld hadden. Als je in de zaterdag naar de kerk ging en je stapte in de trein en je ging naar Bedum. Dan werd er precies dezelfde dienst gehouden. We hadden liturgie Middelburg en we hadden liturgie Kampen. 75. Kon je de klok op gelijk zetten, nu komt de wet en die wordt zo voorgelezen en dan komt zingen en dan komt dat. En smiddags was het. Nou, dat is voorbij. Je kunt de kerk binnenstappen en zeggen, hè, is dit een vrijgemaakte kerk? Ja. En ja, dat is een vrijgemaakte kerk, want die past zich aan die vormen die in die tijd gebruikelijk zijn. Laten we zeggen, vroeger hadden we de steun aan dat iets voorspelbaar was. We hielden ervan dat het echt gebeurde volgens het boekje. Dat was ons houvast. De huidige generatie, die flippen naar alle kanten heen, multitasking enzovoort, die hebben een hekel aan, nou, nu komt dat, en nu komt dat. Oh, is die nog aan dat punt? Oh, dit dat. Die willen juist onverwachte dingen. En die willen dat die man ineens heel anders zegt. En dat die iets anders doet, of dat hij iets anders laat zingen, of dat hij net een andere bijbelgedeelte pakt, wat we gedacht hadden dat hij zou pakken, dat scherpt je op. He? Iedereen die in het buitenland geweest is en die in een Engelse of een Franse bijbel gelezen heeft, die voelt de winst van
dat het in een andere taal gezegd wordt. Dan lees je dat en dan zeg je, huh? Dat heb ik 100 keer gelezen. Staat dat er echt? En dan ga je het lezen. Ja, het staat er echt, maar je hebt er overheen gelezen. Er moet iemand komen die als het ware een steen in de vijver gooit om je weer op te sturen. En zeggen van, oké, zo was het. En zo is het bedoeld. De reformatie als eikpunt. En, dat is een belangrijk punt, we zijn gereformeerd. Dat we zeggen, we kijken naar de reformatie van Calvijn en Luther. En we zeggen, dat heeft de Heer gegeven. Dat we daar die ontdekkingen deden. En dan zeg ik, ja... Maar dat was op een algemeen christelijke Europa. Iedereen was christen. Althans zijn naam. Toen kwam de reformatie van het christendom. Nu leven we in een postmoderne tijd. Ik heb er eigenlijk een hekel aan om te zeggen, Nederland is zendingsland. Ik snap de bedoeling. Er zijn heel veel ongelovigen in Nederland. Maar het is geen zendingsland, want een zendingsland die kent het evangelie niet. In dit land hebben we het evangelie verspeeld. Dat is een lastige fase. Dus hoe gaan we erop reageren? Dan moet je weer je inspiratie halen bij de vroege kerk. Die dus tegen het heidendom op moest boksen. Augustinus. Die is voor ons in de stofkast terechtgekomen. Die moet je weer uithalen. Justinus Martyr. Polycarpus. Die boeken moet je lezen. Want die stonden midden tussen de heidenen. Te zeggen dat ze van de Heer Jezus hielden. En ze werden de brandstapel opgezet. Dat is de plek van de kerk. Dat we helemaal niet in aanzien zijn. Dat we helemaal niet in het kabinet kunnen zitten. En dat Abraham Kuyper premier van Nederland wordt. Of Balkenende. En dat hij geprezen wordt. En dat hij als christen uit de verf komt. Dat is voorbij. En het is ook nooit beloofd aan de kerk. We hebben 1600 jaar... een bonus gekregen van de Heere. En die bonus heeft slecht gewerkt. Want we zijn lui geworden in het missionair en vrijmoedig uitdragen van het evangelie. Want iedereen was christen. De vroege kerk had daar geen last van. Want als je christen werd, dan wist je heel goed wat je deed. Je kan alles verliezen. Maar nu kun je christen worden. Wie trekt zich er wat van aan? Het kost je niks. Dat is de ene. We gaan dus, laten we zeggen, ook aan de universiteit wordt veel meer lesgegeven over de eerste 4 eeuwen. En de ervaring van de derde wereldkerk. Afrika, Azië, die tussen de islam leven, die tussen het animisme leven, die tussen het hindoeïsme en het boeddhisme leven. India. Die moeten kerk zijn in een overmacht van hindoes die de pest aan christenen hebben. Daar moeten ze kerk zijn. Dan moet je niet bang wezen. Nou, dat leren ze ook. Die gaan naar Nepal, die gaan op straat staan, die praten met andere mensen. En dat doen ze op een manier die wij misschien niet zo kennen. Gewoon vriendelijk, naast elkaar, en je nodigt elkaar eens uit, en je praat, en je vraagt. Ja, dat is het klimaat. Dat doen ze eigenlijk vanzelfsprekend. Wij zijn het verleerd. En daarom moeten we weer naar die vroege kerk toe. Ik ga bij het derde, nou moeten we op gaan schieten, want anders dan duurt het te lang. Het derde, de schepping. De schepping. Heel kort. De schepping is in zonde gevallen. Maar het is niet buiten Gods hand. Ik noem het hier getemperde grilligheid. Met de reformatie hebben we ook verloren dat er heel veel menselijkheid in de kerk een plek moet vinden. Symbolen, rituelen, gebruiken. We kunnen niet zonder. We hebben ze verloren. Die moet weer terugkomen. Dat in de schepping ligt Gods verhaal. De huisgeschiedenis vindt niet plaats een beetje in een geestelijke, mystieke wereld, maar vindt plaats met David, die verkeerde dingen deed. Met Salomo, met mensen, net als jij en ik. Dat is de werkelijkheid van Gods schepping. Hele de schepping. Ik heb geen ruimte om het helemaal uit te leggen. Maar dat je in die schepping jezelf weer leert kennen. En we praten heel over psychische ziekten en dergelijke. Dat is echt geen flauwekul. Want we zijn uit ons balans geraakt. We moeten weer terug naar de eenheid met de schepping.
En ik ga geen scheppingstheologie, maar de rust en de kalmte en de regelmaat en de golfslag van de wereld, die brengt ons tot rust. Verzoening en bevrijding. En je leert jezelf te accepteren. Dat is het moeilijkste voor de moderne mens dat er is. Dat je jezelf accepteert. En dat je andere mens, wat is de taak van de kerk? Natuurlijk zending. Er is geen sprake van. Dat is buiten kijf. Maar doe nou goed. Doe nou gewoon goed. Wees vriendelijk voor alle mensen. Geduldig, langmoedig, mild, bereid om de eerste te zijn. Doe dat nou. Groet mensen op straat. Wees vriendelijke mensen. Laat bekend zijn dat jullie vriendelijke, behulpzame en meelevende mensen zijn. Met de buurman, met een auto-ongeluk, met de zaamslagse, laten we zeggen, omgeving. Dat we zorg voor het dorp en de stad ook als kerk. En laten we zeggen, we hebben de politiek altijd gezegd en gewild, maar we gaan het nu als kerk doen. Ik weet niet of hier bijvoorbeeld present, is dat in zaamslag? Present. In heel veel steden heb je present. Dat is mensen die zorgen voor de voedselbank en voor hulpverlening. Dat gaat over de kerken heen. En laten we zeggen, heel veel vrijgemaakte mensen hebben daar een rol in. En daar krijg je, goed, daar doe je het niet voor, maar je krijgt een goede naam. De vrijgemaakte kerken in Kampen en in Zwolle worden geprezen omdat zij trekkers zijn van present. Wonderlijke energie. Als je de schepping laat spreken, als je jezelf weer tot rust komt bij God. En de drukte, je hebt ook de manier van Bijbel lezen. Jullie hebben dat boekje van Jos Dalma gehad. Dat gaat ook nog verder. Dat je, nou zeggen, ook in je persoonlijk leven met de rust, met Bijbel lezen, echt met de Heer om kunt gaan. Dan krijgen we het laatste gedeelte, dat is de toekomst. Zaamslag, de kerk op zaterdag is een gemeenschap die hoop biedt, die hoop geeft. We zijn burgers van het koninkrijk. En samen op weg, hebben we het in de preek gezegd met een knipoog naar dat proces. Maar je kunt ook zeggen, samen onderweg. En dat je op weg bent. Dat is, we hebben hoop. Er is van gelezen net in 1 Petrus, we hebben hoop. 1 Petrus 3, en de mensen in die tijd. Ze zeiden, jullie zijn hartstikke gek. Jullie verliezen je huis en je gezin en je werk. En je blijft maar lachen, of zo zeggen. Je blijft hoop houden. Ja, wat is dat geheim? Ik ben begonnen met publiek geheim. Wat is het geheim, mens? Ja, we hebben hoop. In een wereld zonder hoop. In een wereld die plat is. In een wereld die zegt, na de dood is er toch niks meer. Laten we het nu maar doen. Maar dat is een wanhoopsdaad. Want je weet niet of er na het leven niks meer is. Ook een atheist weet dat niet. Het is een wanhoopsdaad. Mensen leven om de wanhoop te bedekken. Hoe meer lawaai, hoe meer vertier dan dat we hebben. Wij zijn op weg naar hun. Wij zijn niet van deze wereld, zegt de Heer Jezus in Johannes. Wij horen niet bij deze wereld. Wereld is in Johannes de kerk die God tegenspreekt. Ze wilden Jezus niet. En dan zegt de Heer Jezus, bij die wereld hoor jij niet. Maar, zegt hij, je staat er wel middenin. Wij zijn door de cultuur, laten we zeggen, verbonden aan Nederland. Je kunt er niet uittrekken, je kunt niet uit de cultuur stappen. Een vis kan niet uit het water stappen. Wij kunnen niet uit het postmodernisme stappen. Wij zitten erin, met alles wat erop en eraan zit. Maar, zegt hij, dan zegt hij, jullie gaan wel de wereld in. Je zijn niet van de wereld, en dan staat er een vertaling. Maar jullie zijn in de wereld, dat is geen goede vertaling. Dat is net als het Engelse into. Dat weten jullie wel, er zit een richting in. Into. De Heer zegt, jullie gaan de wereld in. De missionaire drive. Johannes 17, Johannes 20. Daar zijn we in bezig. En dan komt met dat, als je dat zegt. We zijn niet van de wereld. We kunnen afstand nemen van, laten we zeggen, wat er in de wereld gebeurt.
We doen niet mee aan de afgoderij. We zijn in de wereld gezonden. En dat geeft je de ruimte om tegen elkaar te zeggen. Ik heb maar even zo gezegd. Waar gaat het over? We hebben ruzie over dit. We hebben ruzie over dat. We spatten uit elkaar over dit. We spatten uit elkaar over dat. En dan komt de volgende generatie. Waar gaat het over? Of je een broek aan mag in de kerk. Of dat je op je sokken mag komen in de kerk. Of dat je een pijp mag roken. Of dat je een sigaar mag roken. Of dat je de wet zo moet voorlezen. Of de wet zo moet voorlezen. Waar gaat het over, mensen? Je leert ook te relativeren. Op zoveel plekken in de wereld wordt er kerkdiensten gehouden. Die zingen geen psalm. Die zingen alleen maar, laat ik maar noemen, hokaheia-liederen. Bij wijze van spreken. Daar kan heel veel aan verbeterd worden. Maar dat zingen ze. En dat zingen ze enthousiast. En er worden heel veel plaatsen wordt de Bijbel gelezen. Maar de uitleg daarvan is om te huilen soms. Ja, maar het zijn wel mensen die rond die Bijbel zitten. Help elkaar. Er zijn zoveel plekken in de wereld. Ik noemde gisteren het voorbeeld van een eredienst die 4 uur duurt. Wij zouden zeggen, nou kan die een beetje eerbiediger. Ja, hoezo? Wat is eerbiedig? Maken wij dat uit? Als het allemaal stijf en stram is en met een toga aan, is het dan eerbiedig? Of dat het volgens de formulieren is het dan eerbiedig? Ja, maar als een kind gedoopt moet worden, dan moet je het hele formulier lezen. Nou vroeger, we werden gek van dat doopformulier, sorry dat ik het zeg. Want er werden heel veel kinderen geboren en er werd bijna in elke dienst wel een kind gedoopt. En er werd 4, 5 bladzijden dat hele formulier gelezen. Oh, als je ergens een stenen ging tellen, dan wel. Dus dat werkt van geen meter. Is dat doopformulier vol? Het is een prachtig formulier. Als je iemand de doop moet uitleggen, dan kun je beter het doopformulier pakken dan de catechisme. Zo mooi is dat. Het avondmaal idem dito. Maar, we zeggen, nou mensen, leg het nou eens even kort uit. Doe het nou eens even op een andere manier. Dat het weer gaat leven. En na 5 jaar is dat formulier ook weer verouderd. Want er komen weer nieuwe dingen, moeten weer met nieuwe woorden gezegd worden. Dat we zeggen, waar gaat het over? Moet je echt heel goed bij elkaar houden. Koinonia. Het is het basisprincipe. Gemeenschap. Dat is het verbindende woord. Handelingen 4, vers 42. De apostolische leer, de gemeenschap. En de gemeenschap is een technische term voor avondmaal. Maar alles wat er omheen gaat. En dan het breken van het brood, dus het diaconaat en het leven in het gebed. Dat is het basispatroon. En daar komt dat woord participatieleven dan. Alsof dat een nieuw woord is. De kerk heeft het al 2000 jaar lang gepraktiseerd. Overal en nergens zijn die sporen van de kerk te vinden. En dan, ja, in die eredienst, dan kom je allemaal bij elkaar. Dan zeg je, dit is, hier spreekt God in ons midden, hier wordt rust geschonden. Psalm 33, vers 3, hier gebiedt de Heer zijn zegen. Maar, is dat alleen in de eredienst als we zondags bij elkaar komen? Of is het ook in een eredienst die we in een huiskamer houden? Als de kerk door zijn massaliteit mensen verliest, moet je ook durven zeggen dat de kerk in kleinere units als daar een functie kan gaan vervullen. Heel veel kerken hebben wijken, buurtschappen, secties. Maar wat doen die secties? Ja, dat is alleen geografisch. Dat die wijk een beetje makkelijk door één ouderling te bedienen is. Maar wat krijg je steeds meer? Die wijk komt bij elkaar. Die wijk gaat samen avonden beleggen. Die wijk gaat samen activiteiten ondernemen. Die wijk, ja, in onze kerk doen ze dat dit, maar die wijk die kan op een bepaald moment op zondag bij elkaar komen. Gewoon ergens in een huis, of in een schooltje, of in een of ander gehuurd gebouwtje. Voordeel is, dan kun je ook mensen die in de buurt wonen meevragen. Moderne, postmoderne mensen gaan niet naar een kerk. Je kunt op je kop gestaan, je kunt toeters en bellen en luidsprekers. Mensen willen niet naar een kerk, jonge mensen. Hè? Wat doe je dan? Dan moet je naar de mensen toe gaan. Dat is een basisprincipe van zending. Dat is dicht bij de mensen. Dat ze niet 3 straten hoeven te lopen om naar een kerkgebouw te gaan. Maar dat ze dichtbij komen. Dat ze
bij elkaar koffie kunnen drinken. Hoe dacht je dat vroeger de kerkdiensten waren? Dat was gewoon, daar werd de keukentafel een beetje opzij gezet, een paar stoeltjes, ze zat links en rechts, baby's krioelden en kippen liepen over de vloer. En daar stond iemand een stuk uit de Bijbel uit te leggen. En de een liep eruit en de moeder die moest de kind verschonen. Dat was een levende handel. Sinds de reformatie zitten we allemaal in stoelen achter elkaar naar elkaars rug te kijken. En dat is een college. Eén man die staat daar zijn huid te spannen. Dus, laten we zeggen, dat is maar het idee dat een manier van kerk zijn is. Als je in Afrika komt, als je in de bergen in Irian komt, dan zitten ze gewoon allemaal op de grond. En die man die loopt daar tussendoor en die vertelt een verhaal. En de mensen klappen tussendoor. En als ze het niet mee eens zijn, dan zeggen ze wow. En als ze zeggen ze amen, amen. Nou, dat is ook niet alles. Hè? Maar en intussen wordt er een gezin, een kind afgerammeld omdat hij niet stil kan zitten. Nou, het gebeurt allemaal. Het is een huiselijke activiteit. En niet een hele serene, heilige, bijna mystieke sfeer dan met elkaar over. Eredienst moet echt een hoogtepunt worden. En die eredienst is een oase onderweg in de woestijn. Openbaring 12, openbaring 13. De vrouw in de woestijn. Dat is het beeld van de kerk. En het is niet het beeld van de kerk die via de minister-president invloed uitoefent in Nederland. Ook niet dat de koning wel of niet christelijk is. En dat moeten we ook niet suggereren of dat zo is. We zijn een seculier land. En dan kun je zeggen, hij regeert bij de gratie gods. En hij mag het ook wel noemen in de dingen. Maar het is ook een beetje de façade overeind houden. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Slot. Van deze kerk ben ik een levend lid en zal ik altijd blijven. Dat zegt de gelovige. Van deze kerk zal ik altijd lid blijven. En dan zegt vraag en antwoord 55, wat is nou de gemeenschap der heiligen? Dat we samen en persoonlijk ons inspannen om alle gaven en rijkdom die Christus heeft met elkaar te delen. Samen en ieder persoonlijk. En we zijn geroepen, zegt dan Catechismus 55, en daar zie je hoe die catechismus in zijn tijd geschreven is, om wel te doen aan medegelovigen. Punt. En dat staat niet in de Bijbel. Er staat wel doen allereerst aan de gelovigen. En aan alle andere mensen. Geen punt. Dat was geboren uit, nou ja, laten we zeggen, de strijd tegen Rome. We moeten onszelf vasthouden, identiteit ontwikkelen. Dus we dachten alleen aan onszelf. Dat is heel lang een obstakel geweest voor de zending. Maar in de kerk, ik noem het even de trilling van de terugkomst. Elke dienst, elke eredienst, elke avondmaal, elke doop is als het ware een klein aardbevingje. Hè? In Groningen hebben ze last van een klein aardbevingje. Christus komt terug. Die rilling die loopt over je rug als je over de prediker van het evangelie hoort. Hij zegt, jongens, dit zijn de voetstappen van God in de wereld. Hoor je de aarde al beven? Hoor je de aarde al schudden? Hij komt terug. Waarom hebben die christenen toch altijd volgehouden in de ergste verdrukking, in de ergste marteling, in de ergste... Waarom doen ze? Omdat ze God hoorden komen. En dat ze Christus hadden gezien. En dat zeiden, yes, bij hem wil ik zijn. Dat is hem. Dat ik zeg, broeders en zusters, dit is evangelie. Broers en zussen, we zijn familie. Dat was explosief dynamiet nieuws in de wereld van het Romeinse Rijk. Dat er mensen waren uit Griekenland die vochten tegen de Sparta, tegen Athene. En dan was er iemand uit Thessalonica en die ging naar Athene en die zegt, je bent mijn broeder. En Paulus die op daar op Joppe gezegd, die zegt, mensen, wij zijn allemaal mens. We zijn in één mens gemaakt. En in Christus geven we elkaar een hand. We kunnen zeggen, broer en zus. Het zijn bij ons zulke uitgesleten woorden dat we niet meer de
impact van verkennen. Dat gaf vleugels aan de jonge kerk. Ze zeiden, we hebben familie. Ik ben niet vast aan mijn, door de bloedband, maar we hebben familie. Over de hele wereld wordt de Heer Jezus geprezen. En daarom is ook het ontvangen van buitenlandse gasten zo onnoemelijk belangrijk, ook voor kerken die wat kleiner van stuk zijn. En dan zei het Johannes, pas op voor de afgoden. Johannes, 1 Johannes, dat eindigt ineens. Kinderen, pas op voor de afgoden. Waarom? Omdat we altijd de neiging hebben, omdat wat wij met onze handen maken, gaan verheerlijken en gaan opheffen. Dit is het. Dit kan voor God bestaan. Dit is om God een handje te helpen. En wij maken de vrijgemaakte kerk. Wij maken de vrijgemaakte traditie. En niemand heeft dit gewild. Maar er kwam een vleug overheen in de 80e jaren. En dan komt het woord kerkisme. Dat we ook in de kerk een neiging hebben om de kerk te verabsoluteren. Om onszelf te verabsoluteren. Om te zeggen, dit is het een en al. Pas op, zodra je dat voelt, moet je zeggen, dan moet ik nodig eens een keer bij de buurman koffie gaan drinken. Hoe doen jullie het? Waar worstelen jullie mee? In de tijd van de vrijmaking, er gingen echt de wegen uit elkaar. In de jaren 70 is de hele synodale kerk is echt verlengst. En we kennen allemaal die van, maar de PKN is teruggekrabbeld. De evangelischen zijn teruggekrabbeld. De baptisten kwamen op. Ik praat niet goed dat ze de kinderdoop afwijzen. Maar het zijn wel mensen die heel serieus de schrift lezen. En die lezen allemaal Keller. En die lezen allemaal Piper. En die lezen allemaal Kaarsen. En ze komen met 5000 man een week lang naar deze sprekers luisteren. En dan zeg ik, laat die mensen maar preken in de wereld. En dan krijg je het vuur van het evangelie weer terug. En dat is de nieuwe tijd. En dan zeg ik, kijk ook eens goed naar Zaanslag. Reformatiekerk op Zaanslag. Zo vonden ze elkaar, een mooi boekje van de oude kampenhuis. Zo vonden de kerken, de gereformeerde kerken, in die tijd vonden ze elkaar. Zo vonden we en ze. Denk erover na, wat gebeurt er hier in de PKN? Er zijn dingen waar we al samenwerken, maar wat gebeurt er? Is er contact met de kerkenraad? Yes. Intensiveer dat. Niet om dingen goed te praten, maar om te vinden wat we wel met elkaar hebben. En dan zeg ik, we zijn van een hele oude, in mijn jeugd, dan gingen we naar Bakkerboer en naar Bakkeroelen en dan kreeg je Savo-zegeltjes. Eentje voor een gulden. En die moest je op zo'n boekje plakken, de boter zat er nog aan en dan ging je naar de winkel en dan kreeg je 5 cent voor. Ik noem maar wat. Savo, wie weet wat het betekent? Savo vooruit. Dat waren de spierballen van de naoorlogse generatie. Die hebben Savo uit de grond getrokken. Dat moeten we neer herstellen. We moeten als vrijgemaakte kerk met grote letters op de kerk schrijven, Savo. Hier te doen. Dit is het nieuwe christendom. En we doen allemaal in Zaanslag aan mee. Vrijgemaakte mensen zijn progressieve mensen. Die blijven niet zitten in de traditie. Ze hebben de traditie lief, maar ze zijn altijd inventief geweest om in veranderende tijden de volgende stap te nemen. En te erkennen dat de Heer in de geschiedenis verder gaat. Savo, gereformeerde kerk. Wat hebben we nog meer? Oh, kijk eens. Oh, laat die er maar bij komen. Ja, in zijn hok. Goed zo. Mensen, als het goed is, is er nog eentje. Die komt eraan. Einde presentatie. Precies op tijd. 9 uur. Oh, die klok loopt voor.